wel welkom. We staan hier op Rotterdam met de Vesta Skymaster 331, die vroeger door de politie werd gebruikt voor de hedenstralen, voor de doorkomst van Rijkspolitiedienst Luchtvaart, heette het, als ik het niet vergis. En dit was het politievliegtuig in Nederland. Hadden speciaal gekozen voor deze variant, omdat het vleugels bovenop heeft en dat je dus goed naar beneden kan kijken. En twee motoren, de bovenleen uitvalt, dat je tenminste niet naar beneden hoeft. Het was een ideaal vliegtuig. Het waren hele mooie tijden, eind jaren 70. En ik had het uitzonderlijk genoegen. Ik zal de deur even dicht doen. Even naar binnen. De cockpit. Luidt wel nog iets harder. En het was een klein besloten clubje. Dit zijn hangars in Rotterdam. We staan in Rotterdam. En het was een klein tankstation hier voor je neus. Heel leuk. Zo gaat het dus niet echt. Je moet zelf tanken, je moet op een ladder gaan staan, trap. En je moet bovenop de beide vleugeltanks zitten schroefdoppen. En die moet je openmaken. En de tank zit dus in de linker en de rechtervleugel. En die bedien je hiermee, met dit paneel hierboven. Daar kan je dus mee schakelen welke tank je gebruikt. En je moet echt bij voor het tankstation gaan staan. En dat is bij een auto en zelf tanken. Nou, dat deden we dus. We hadden dus een hangar op Schiphol-Oost. Waar ook de vliegclub zat en waar ik de hele dag zat. Als jonge, enthousiaste, net gepresenteerde vlieg en politiegek. Nou, die combinatie die was natuurlijk fantastisch voor die mannen. Want die waren en agent. Dus die hadden de hele opleiding doorlopen op de politie. Academie, als het toen al zo heette hoor. En die waren ook vlieger. Dus die zaten met z'n tweeën voorin. Zoals nu in de heli, exact hetzelfde. En ik zat heel vaak hier, rechts. Mocht vaak mee. En mocht zelf ook vliegen een stuk. Omdat ik ze heel goed kende. En dat was fantastisch. Dat was een heerlijk ding om mee te vliegen. Nou, we gaan... zonder te veel uitleg. Je ziet hier een positie bepaling. Ik kan even wat dichterbij halen het scherm. Even kijken. Dan zie je dus goed waar we zitten. Hier is Rotterdam. Hier zie je de haven. De Maasvlakte. We hebben ook even night vision zetten. Dat is wat helderder. En hier begint Zeeland. En hier ligt de stad Rotterdam. Dus dit was hem. Dit was de oude Skymaster. Hij vliegt nog steeds overal over de hele wereld hoor. Maar wordt alleen niet meer door de Rijkspolitie of door de Nationale Politie gebruikt natuurlijk. Maar we hebben nu een hele mooie geavanceerde heli. Oké, verlichting staat bij. Ik heb alle navigatie al ingesteld. Landing lights on. Een paar kleine handelingetjes verrichten. En dan zie je hier op throttle quadrant de gashendels. Dus die naar beneden staan, dat een gas geeft. En beide motoren tegelijk. Dat zie je dan ook mooi op je motorinstrumenten. En dan gooi je de handen eraf. Dan gaan we een stukje rijden. Het is echt heel mooi. Push-pull. De achterste motor duwt. Achterste propeller. En dat is push. En de voorste motor trekt. Zoals gewoonlijk. De propeller.
Dan heb je duwt van achteren en trekt van voren. Dan heb je push-pull. Ja, fantastisch. Een trekbaar landingsgestel. Dit is exact het model waar de Rijkspolitie mee vloog al die jaren. Boven Nederland, boven de snelwegen. Maar het grote voordeel van de heli natuurlijk is dat je niet kan stilhangen, je kan niet hoveren boven een object. Als je op zoek bent naar verdacht of andere zaken, verkeersproblemen, dan kan je niet, je moet cirkelen. Dus een heli is dat natuurlijk veel geschikter voor de politie. Nou, ik geef gas om weg te komen. Langzaam richting baan. Het geluid heel zacht staan. Je ziet ook spatjes op de voorruit. Het is allemaal live nagemaakt. Insecten die je vangt. Net als in werkelijkheid. Het is ook zo'n HD-model. Heel realistisch gemaakt. Nou, het is een beetje ondergaande zon. Ik heb al taxiclearance gevraagd voor de verkeersleiding naar de baan. Hoppa, wild bochtje. Taxi trouwt te snel met zo'n ding, omdat hij vrij veel power heeft voor die twee motoren. En verder zit er niemand in. Kijk maar, je kan achter kijken. Hij is nu leeg. Verder zitten er geen passagiers. Ik zit in mijn eentje. Dus is een stuk lichter. Het zou nu ondenkbaar zijn dat ze particulier, al zou hij de papieren voor hebben, in een heli laten vliegen natuurlijk bij de politie. De regels zijn ontzettend veel verscherpt en streng. Maar vroeger had je dus eigenlijk in de hele luchtvaart meer mogelijkheden. Er werd heel veel door de vingers gezien. Als je elkaar kende dan, en ze wisten wat je kon, dan was het oké, weet je wel. Dat waren de jaren 70. En wat dat betreft verlang ik daar nog wel eens naar terug, omdat er toen veel meer mogelijkheden waren. Ik ga niet alles uitleggen over de instrumenten. Het gaat nu meer even over een klein stukje vliegen met de mooie ex-Rijkspolitie Skymaster. Taxi naar de baan. Zijn instrumenten, die werken allemaal, uiteraard werken ze allemaal zoals het hoort. Het is net echt. Eigenlijk wel alles al voorbereid wat navigatiespullen betreft. Dus trekken omhoog, duwen naar beneden, links, rechts. En je hebt ook nog voetpedalen. Dat heb je ook mee, je stuurt er ook weer op de grond. De bovenkant is de rem. Toe-brake heet dat, dus met een teenrem eigenlijk. Aan de onderkant, daar stuur je mee, nu zoals nu, daar taxi je mee over de grond. Ik gebruik hem in de lucht ook, maar het is een stuk gecompliceerder. Omdat je dan zijwind, perikelen hebt die je moet opvangen met je staartroer om passeren. Waardoor je heel raar scheef gaat vliegen in de landing. Zo krabbel binnenkomt eigenlijk, zoals een krab loopt. Je stuurt met je voeten tegen, je stuur wat je in je handen hebt.
heel erg mooi allemaal. Heel lekker onlogisch, maar zo wordt er gevlogen. Ik denk dat ik helemaal het einde pak van de baan. We hebben lekker de ruimte. Ik zie hier wat huizen. Het is een beetje fictief. Het is dus niet zo dat je Rotterdam echt letterlijk ziet zoals het echt is. Maar ze hebben de belangrijke dingen zoals de Euromast en zo. De zon gaat langzaam onder, dus landingslichten worden effectief. Nou, we pakken deze maar. Daar is het begin van de baan. Vraag even teken op de Ernst aan de toren. Dat doet de co-piloot. Meneer Jill. Hij heeft hier wat problemen met zijn geheugen, zie ik. Rotterdam Tower, orbit 112. Ready for departing between now and runway 24. Orbit 112. Ik heb hem al Orbit 112 genoemd, van 112. Voor de aardigheid. Orbit 112, acknowledge last transmitted. Ja, clear take-off, runway 24. Runway 24, Orbit 112. Baan 2-4, dus magnetische baan richting 240 graden, zeg maar, bijna west. En het baantje op Rotterdam is niet al te lang. Oké, nou, ik heb de instrumenten zijn gecheckt. Flaps, flap handle, 5. First position. Maar je kan ze niet zien vanuit de cabine. En alles staat standby. Lighting is on. We doen eventjes de. Even kijken hoor. Ja, alles is checked. Dus we kunnen weg. Bij een bepaalde snelheid, bij ongeveer bij 200 knopen, kunnen we hem los trekken. Dus take off. En aan de start trekken we het landingsgestel in. Speed building. Take off first is set. 70 knots, V1, rotate. Positive climb, gear up. Let's retract.
naar het westen. De kust. Gas helemaal dicht trekken nu. Krijg je waarschuwing dat ze landingsgestel uit moet. Dat doen we niet. Dat betekent bijna dicht het gas. Dus hier ze bewegen, gashendels. Nu krijg je een waarschuwing voor het landingsgestel. Dan gaan we mooi zakken naar de in de turbulentie. Naar de Maasvlakte om eens een kijkje te nemen daar bij die containers. En die schepen die daar liggen, oh die schepen, die echt heel mooi gemaakt. Een stukje bijtrimmen.
alles is echt. Het weer is echt, de wind is echt zoals het nu is, je internet. Turbulentie is echt die er nu is. Als je daar maar de Noordzee hebt, ziet er de ondergaande zonneweer weer spiegelen. Vliegen dwars door die wolk heen. De mooie Maasvlakte met die kranen in de verte. Mooi ondergaande zon. Hier beneden zie je al die tanks. Al die tanks die opraad. Die opslag van Pernis, weet je wel. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel wel bekend. Het is heel mooi om die kraan even te zien. De buitenview. De moeite met de geheugen, de pc. Heel mooi. Voor de lucht hier laat voor de achtermotors die op het dak mooi zitten. Ik word erop
affineert het al dat hier iets in de buurt. En dan zegt de vrouwelijke co-piloot, zegt dat ze hem zien, hey chill, hij zit naast me. Ik kan hem helaas niet zien. Ik heb gekozen voor een vrouwelijke stem. Valt het beter. Haha. Nou, het is een prachtig plaatje. En daar komt de skyline van Rotterdam aan. Het gaat zo een beetje zakken. Dat is de Rotterdam 16 Hoven. Opstijgt. Van Rotterdam. En je ziet de Maaspoort door Rotterdam lopen. Allemaal sneeuwerig, ijzerig. Denk niet in werkelijkheid nu zoiets een beetje overdreven. En je ziet hier dus heel mooi vertrekkend verkeer van Schiphol, wat ik weer heb gewezen. Ik zie hem. En ik conformeer nu op dat doet de co-piloot dat ik hem zie. En hij mij. Hij heeft mij ook gezien. Het is vrijbemanning op de PC. Het is een HD-programma, dus het vraagt heel veel computervermogen. En het kan leiden tot computercrashes soms, dat hij even gewoon ermee ophoudt. Maar het risico dat neem ik voor liefde. Laten we eerst staan de Euromast op liefde. Blijf turbulentie houden, komen we niet vanaf. Daar worden veel mensen ziek van, misselijk. Omdat je alle kanten op wordt geschud, dan valt het nog mee, het kan nog erger. Maar je bent de hele tijd eigenlijk al aan het tegensturen. Om een beetje recht te houden, omdat er iets schokkerig is. En er veel opwaartse lucht. Zakken. Even kijken, wettelijk mogen we niet lager dan 500 voet. Dat zitten we niet nu. We zitten nog 1500 voet. Dus mooi, de Euromast, de Erasmusbrug zie je al lief. De gas vrij dicht getrokken. 127.025 Euromast. Nu wordt het even scherp vliegen. De Erasmusbrug. Ik weet het even niet meer. Ik zie de wolk die in het water heeft gekeren. Dat is schokkerig nu, omdat hij een heel veel tijd heeft. Al wat geheugen. Nog even een klein trucje voor de computer.
Laat ik hem even reloaden. Duidelijk tegen de spartelen.